Ik draag u voor uit het boek Jip en Janneke op bezoek bij Pieter. Het was een mooie zomerdag. De zon, zij straalde hevig. En ergens op een zolderkamer zat een jongen, bevig. Het was een kleine snaak, met haren blond als vlas. Vader werkte in de tuin, zijn moeder deed de was. De kleine jongen, Pieter, hij las een heel dik boek. De kleine jongen, Pieter, wist heel goed hoe dat moest. Want Pieter, 8 jaar oud maar, Pieter was heel erg slim. En zonder heel veel misbaar, ging ik allemaal hierin. En vele jaren later, werd Pieter heel erg groot. En vele jaren later, lag Pieter heel erg bloot. Ook weer met een boek in bed. Ook weer met een boek vol pret. Net toen kwam je mama de kamerdeur weer binnen. En Pieter moest eens zuchten, wist niet meer waar te beginnen. En Pieter, weet je dat nog? Dat is eigenlijk koffie goed. Dank u wel!